Hey, Koen hier van CoinGrids.nl. Leuk dat je in deze video kijkt. En in deze video ga ik je uitleggen hoe je je cryptocurrencies vanuit exchanges kunt uit laten betalen naar je bankrekening. Stap 1 is, maak een account aan bij Lightbit. Het linkje staat hier onderaan. Dat als eerste. En ik ga vanuit, als je dat hebt gedaan, gaan we nu verder. Ik kreeg vanavond de vraag hoe een mevrouw Litecoins kon uitbetalen naar haar bankrekening vanuit een exchange. In dit geval was dat de Bittrex exchange. Ik laat in deze exchange ook nog de Binance zien hoe dat moet. Dus in principe is hetzelfde, maar ik laat het toch even zien. Als eerste ga ik dus vanuit dat je bij Litebit een account hebt aangemaakt. Dan ga je naar Bittrex, klik je op Wallets. En dan klik je op minnetje, want hier bijvoorbeeld heb je 10 Litecoins en die wil je uit laten betalen. Of eerst gaan we die versturen naar Litebit. Dus klik je op minnetje en staat hier wel het adres en de hoeveelheid. We zeiden de 10, ik laat het nu een voorbeeld, kan ik niet laten zien omdat ik deze minder gebruik. Meer Binance, maar daar later over meer. In ieder geval deze 10 Litebits en dan staat hier het adres wat heen moet verstuurd worden. En bij Litebit klik je op My Wallet. En dan scroll je naar onderen. Ik moet nog verifiëren hier. Zie ik, want ik start alleen maar. Dus dat je je identiteit uploadt en verifieert daarmee met je bankrekeningnummer. Dat even tussendoor. Dat is volgens mij bij elke exchange. We gaan nu in ieder geval naar Litecoin. Hier zie je Litecoins. En nu klik je op starten. Want je wilt deposito, dus je wilt het ontvangen. Je moet nog een nieuw adres. Misschien heb jij dit ook al wel. Kun je hier dus op klikken. Je kunt slechts één adres per minuut genereren. Misschien heb ik te vaak geklikt. In ieder geval, dit is het Litecoin adres. Waar vanuit de Bittrex exchange, waar die vrouw die mij dat vroeg, of jij misschien wel die dat nu kijkt, heen Litecoins heen gaan versturen. Ik laat het nu visueel zien, in ieder geval niet echt. Maar je klikt op withdraw. En dan klik je op Confirmation. En dan krijg je ook een mailtje van Bittrex. En net zo is dat bij Binance. Dan heb je dat gedaan. En dan kan het een tiental minuten duren. Met Litecoin denk ik niet. Want het kan heel veel transacties aan Litecoin. Dan zie je op een gegeven moment. Zie je bij Litecoin. Zie je hier je 10 Litecoins. Het bedrag in euro's. Dan is het belangrijk dat je het gaat verkopen. Je klikt dan op verkopen. En hier vul je je Litecoins in. Je zoekt het adres, in dit geval Litecoin. En dit is je retouradres. Dus mocht er op een of andere manier wat fout gaan, vul je je retouradres in. Dus van je stad waar je het heen stort. Dus dit is het Litebit. Dit is het Litebit Litecoin adres. Wat je hebt laten zien in My Wallet. Dat vul je hier weer in. Want als iets misgaat, dan wordt het in ieder geval weer teruggestort in het Litebit account. Van Litecoins natuurlijk. En je kunt ook nog Litebit credits. Als je dus veel handelt kun je hier wat korting mee krijgen. Dat laat ik nu niet zien. In ieder geval dan selecteer je je bankrekening. Moet je toevoegen wat ik al zei dus met de verificatie. En klik je op ik begrijp het. Orderverzoek voltooien. En dan wordt het binnen een dag of twee vaak uitbetaald. En bij Binance is eigenlijk precies hetzelfde. Je gaat naar Binance. Je klikt op funds. Deposit withdraw. En dan klik je dus weer, dan zoek je wel LTC, dat is de afkorting van Litecoin, LTC. Nou, in dit geval is het Binance. Dan zeg je niet deposit, want je wilt het weer versturen, withdraw, dus opnemen of versturen wat ik zeg. Je vult het adres weer in en misschien eventueel een herkenningslabel. En je amount, in dit geval dus 10 weer. Dus hier je adres weer van Litecoin. Dus je gaat naar My Wallet. Ik doe het nogmaals, dus zodat het duidelijk is. Je zoekt Litecoin op. Nou, die hebben we dus weer gevonden. Klik je dus op starten. Ja, adres. Als je dat nog niet had, klik je op genereer adres. Dit adres vul je ook weer bij Binance weer, omdat je het wilt versturen, hierin. En dan staat hier 10 in dit geval als voorbeeld. En verstuur je het. En dan doe je hetzelfde grapje weer eigenlijk wat ik net liet zien. Je gaat weer naar verkopen. Je vult het adres in van Litecoin weer. Hier je retouradres van Litebit dus. En dan vul je hier dus Litecoins waar je Litecoins in ontvangen hebt. Je verifieert je bankrekeningnummer. En ik begrijp dat je digitaal
of de derde koop. Ik heb de algemene voorwaarden gelezen. Je gaat hiermee akkoord en een orderverzoek vertooien. En je wordt binnen een dag of twee uitbetaald. Nou, ik hoop dat je het nu snapt. Of degene die kijkt naar deze video. Ik hoop dat je het snapt natuurlijk nu. Naar deze uitleg. En voor deze mevrouw die ik dat filmpje gemaakt heb. Ik vind het hartstikke leuk. Als andere mensen nog vragen hebben, kun je die ook stellen. Ik maak graag filmpjes voor mensen. Zodat we samen kunnen leren hiervan. En dan abonneer even op mijn YouTube kanaal. En dan was dit het videootje van hoe verkoop ik mijn cryptocurrency vanuit de exchange naar mijn bankrekening. En tot de volgende video. Hoi hoi.